Welkom weer, gloednieuwe video en even een andere setting nu voor de aflevering 6 van After the Info van Villalba. Want ik wil jullie even wat laten zien. Ik zal even laten zien. Mooie foto van mij. Wat een verschil, mensen. Ik zie er echt fucking sexy uit, nog steeds. Het is echt ongelooflijk. Maar daar zijn we natuurlijk niet voor. Zijn we namelijk voor mijn nieuwe tv. Ja, hier PS4, al prachtig. FIFA 18 en ook een nieuw spel. Oelala, daar ga ik ook wat aan streamen. Maar ja, FIFA wordt een beetje saai, je snapt het wel. Dus daar ligt ook een nieuw spel. Kan jij het zien? Kan je lekker inzoomen? Nou, voor mij kan je niet zien, want het ligt sowieso onder FIFA. In ieder geval een nieuw spel dus. En dat ga ik ook streamen. Tenminste, ik moet aannemen dat je dat wel kan streamen tegengesteld een Goat Simulator. Fucking kutspel. Dus vandaar dat ik dat spel ook zeker ga streamen. Dus wees zeker bij mijn streams in het weekend. Meestal 4 uur middags gewoon tot lekker. 5:30. Wees erbij. Dit weekend ook komt een nieuwe game. Dit weekend komt er al gelijk een nieuwe game. Dus wees er zeker bij. Dit is mijn nieuwe tv. Ik zit op mijn eigen kamer. Althans, eigen kamer. Het is de kamer van mijn ouders. Maar ik heb meer ruimte. Dus daar zit ik dus. Kan ik lekker gewoon voor mezelf praten, weet je. En dan kan ik gewoon alles zeggen. En alles doen wat ik wil, mensen. Ik kan alles smijten. Ik kan boos worden. Maar ik kan nog beter worden. Het wordt echt fantastisch dus. Of dan streams gaan beter worden. En ik ga ook een aankoopje doen voor de streams. Wat het wordt. Ja, hou ik ook even geheim. Want ik hou van geheime dingen. Dat is altijd leuk. Daar blijven mensen juist bij. Omdat ze willen weten wat het is. Oftewel, ik hou het nog geheim. Want ik ga dus lekker wat kopen om gewoon het streamen een stuk leuker te maken, weet je. Het kanaal moet beter, zoals ik al zei. Het zal voornamelijk na de examens gebeuren, want dan heb ik alle tijd. Maar bijvoorbeeld, nu kan je wel wat aankoopjes doen. En ja, het installeren van bepaalde dingen en zo kost niet heel veel tijd. Kleine spoiler, maar het kost al niet zo heel veel tijd. Dus het gaat allemaal goed komen. Ik ga even naar een andere setting en dan gaan we verder met aflevering 6 van After the Info Villalba. Ik al zei dus aflevering 6 en vorige weekend. Het was best wel een lekker weekend. We weten het allemaal wel. We hebben goede voorspellingen gedaan. Tenminste, en iemand na, maar dat zien we zo wel. We hebben gewoon goede voorspellingen gedaan. Want Atlanta United, die wint van LAFC. Het is toch ook gewoon een makkie. En dat bleek maar weer. We wonnen met 5-0. En ik zeg gewoon weer wat. Ik voel me gewoon verbonden met Atlanta United. Ik heb gewoon die samenvatting allemaal gekeken. Al die shit. Ik kijk wedstrijdbeoordelingen, cijfers, alles. Het was gewoon echt een fantastische wedstrijd. Vooral in de slotfase ging het helemaal hard aan toe. Ze gingen natuurlijk ook rood bij LAFC. Daarna kwam nog een goal, 37 minuten. En meer vraag, ik weet niet wat het is. Ik heb altijd voor 8 minuten extra tijd, 9 minuten extra tijd. In Nederland hebben we altijd heel surf 2 minuten of 10 minuten extra tijd. Gewoon lekker 8 of 9 minuten doen, joh. Gewoon lekker lang doorspelen. Is toch leuk? Dan kan je lekker meer goals maken. Zo laat Atlanta het maar zien. Want 1 naar Williams, Daan weet niet wie het was. Ik weet het eigenlijk ook niet. Hij scoorde heel laat. De andere goals kwamen voornamelijk in de tweede helft. Ook van Ali Muron. 2 goaltjes, 2 penalties waren. Dus moet je wel kunnen natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om Villalba. En Villalba heeft helemaal niks gepresteerd. Ja, dat is toch wel een slechte en ook wel een trieste constatering. Want hij stond erin bij toen er al 1 goal was gemaakt. En is toen gewisseld uiteraard. Maar bij die goal gewoon eigenlijk assist geleverd wat ook niet echt waarde had. En is gelijk in 57 minuten gewoon gewisseld. Ja, was niet heel erg best. Ik mag niet hopen dat het voor een blessure is, want ik vind het wel erg vroeg gewisseld. Dus ik mag op het niks ergens anders, maar ja, hij heeft niet echt zijn vorm te pakken. Hij begon goed met een goal natuurlijk tegen, het was het Chicago Fire als ik goed heb. In ieder geval begon hij snel met een goal. Ja, nu is het een beetje jammer allemaal, dus ja, ik mag hopen dat het nog komt. Natuurlijk, Timothy Season is ook, tenminste dat is wat ik weet, ook op basis van dit seizoen. Als Villalba nou deze wedstrijd heel slecht gaat spelen, ja, dan is de kans op Timothy Season ook wel klein. Dus ja, we moeten even hoop houden. Timothy Season heb ik nog de meeste hoop in vorm heb ik nog sowieso meer dan 50% hoop in, maar ja, het is nu echt best nu, hè. Maar, het belangrijkste, 5-0 ronde. Hoezee. En ik laat, oh prachtig, ik laat nu even in beeld komen wat de scores zijn. Van onze mensjes, van iedereen die heeft meegedaan. Precies 10 mensen. Ik vind nog steeds een prachtig aantal. Ik bedoel, 10 mensen gewoon mee willen doen. En ook echt gewoon elke keer willen voorspellen. Althans, zijn een paar mensen die niet voorspellen. Dat zijn namelijk, verdenken, Robin en Lucas als het goed is. Ja, de rest heeft voorspeld, dit weet niet. Foei. Foei, we doen toch allemaal mee, mensen? Kom op. Dit is gewoon, je kan gewoon lekker coins winnen, joh. Gratis. Gewoon even een voorspellingje en je kan coins winnen. Ja, het is gewoon fucking prachtig. Een prachtige serie. Doe gewoon even snel mee. En dan zou ik voor deze video ook even adviseren nu te stoppen. En nu gewoon een voorspelling achterlaten voor Atlanta United tegen New York City. Mijn voorspelling en al die beoordelingen en zo. Komen allemaal lekker aan het einde. In ieder geval, doe het even snel in deze video. En zorg dat jullie ook kunnen meedoen. Want het gaat gewoon lekker leuk. En je kan zien, de scores zien op zich goed uit. Er worden veel coins behaald. Door de ene wat minder, maar goed. Neem maar als voorbeeld Niels. Die heeft niet echt elke keer goede voorspellingen. Maar als je elke keer meedoet, kan je toch op een aardig coins aantal komen. Dus ja, dat doet het op zich best wel aardig. En ik heb toch maar even een stand gemaakt, want ik was eigenlijk best wel benieuwd. Dus die laat ik nu ook op kansen laten komen. Die kant, prachtig. Kijk, dit is dus onze ranglijst. Probeer een beetje naast te staan, hopelijk kunnen jullie het zien. Maar in ieder geval, dit is dus de ranglijst. En jullie kunnen zien,
als je niet meedoet, dan sta je ook laag. Want zijn Robin en Lucas die als laagste staan. En dan heel veel die tegen elkaar aanzitten. Dus denk aan Mark, denk aan Juri, denk aan Niels. Ze zitten allemaal echt heel dicht bij elkaar. En dan komt, ja, geen gat, maar... dan komen de drie nummer 2's, waarvan ik, Daan en Arda, als ik het goed heb, die staan allemaal op nummer 2. En dan komt pas echt een gat met de nummer 1. Want Kevin is heel erg lekker bezig met 7000 coins. Ja, dat klinkt heel weinig in FIFA-taal. Maar als je dat nou hebt bij de 6e aflevering, vind ik super ziek. Dus hij is echt een gat aan het slagen nu. En dat doet hij ook gewoon heel goed. Want hij had ook weer 3 van de 4 dingen goed. Hij had alleen de uitslag fout. Dat is helemaal geen schande. Dus je 500 coins verdient gewoon per wedstrijd eigenlijk. Niet dat hij het bij elke wedstrijd doet, maar hij doet het gewoon echt heel goed. Dus klasse Kevin. Alleen, ja, je moet wel onder nummer 1 komen natuurlijk, hè. Nee, grapje, want ik ga gewoon voor iedereen winnen. Ik ben gewoon beter dan iedereen, dat weten jullie allemaal. Dat hebben jullie ook altijd kunnen zien in de streams. Ik ben gewoon vangend goed, dus ik win uiteindelijk wel met mijn prachtige info van Filoba. Maar ja, het zou toch wel leuk dat er iets meer spanning komt. Want nu lig ik het dichtst bij Kevin. Nou ja, Daan en Arda natuurlijk ook. Maar ja, je weet wel, ik ben voorspellende gaven, je weet wel. Dus ja, het is nog best wel spannend. Ik zit nog even te denken, als ik eerst word, moet ik tegen mezelf eigenlijk. Maar dan zal het de nummer 2 worden. Dus dan kan het ook eigenlijk Kevin worden. Maar in ieder geval, laten we het gewoon lekker spannend maken voor hem. Hij moet even één verkeerde voorspelling hebben. En dat heeft hij wel eens een keer gehad. Ja, dan moet je hem even daarop pakken, mensen. Dus doe je best. Kijk naar de stand en kijk waar je staat. En kijk op welke positie je wil eindigen. En denk, ik ga goed voorspellen voor de wedstrijd. En ik ga gewoon laten zien hoe goed ik ben. Dat is dus de bedoeling. En nu gaan we over naar de wedstrijd die Atlanta dus speelt. Dat zal namelijk maandag om 12 uur 's nachts worden. Dus dat is eigenlijk de overgang van zondag naar maandag. Niet van maandag naar dinsdag, maar zondag naar maandag. En ja, dan 12 uur zeg maar. Dus dat daar zal in Amerika een fucking mooie tijd zijn. Maar hier is het 12 uur 's nachts. Kunnen dan live kijken? Nee. Gaan mensen die stand live bijhouden? Ja. Want slapen ze? Nee. Toppie. Ik ga het eigenlijk de samenvatting wel lekker terugkijken. En ik hoop dat er weer een mooie overwinning uitkomt. Het is tegen New York City. Een thuiswedstrijd. New York City staat eerste in de Western Conference met 16 punten uit 6 wedstrijden. Dat betekent dus 5 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Nou, Atlanta United weten we allemaal, 5 keer gewonnen, 1 keer verloren. Dus het wordt echt het is gewoon eigenlijk een topper, nummer 2. Het is eigenlijk de grootste topper die dit ticket gaat krijgen. En besef dus even, Atlanta United kan nu gewoon de koppositie overnemen. Atlanta United met Filoba, kampioen. Het kan, mensen, het kan. Wat een gedachte is dit. Het zou echt fantastisch zijn. En ik ga er gewoon voor. Ik voorspel namelijk 2-1. Ook al komen er elke hele hoge uitslagen in die wedstrijd van Atlanta United. Vooral thuis. Eigenlijk ook uit te verloren zijn 4-0. Elke hoge uitslagen, maar ja, het is toch wel echt een topper. Het zal moeilijk worden. Dus ik ga voor 2-1. Ik voorspel geen doelpunt van Filoba. En dat is eigenlijk meer gewoon omdat ik realistisch moet zijn. En ik wil ook die coins, hè. Ook al die niks niet. Maar je moet toch ook goede voorspellingen hebben. Dus dat is even goed. In ieder geval, Filoba dus geen goals. Hij staat wel aan de basis. Dat is 2-1. En Atlanta United wint. Nogmaals, 4 dingen van de voorspelling, dus zoals je alle 4 even goed onder elkaar zet, die wordt de winnaar. Wat wordt de uitslag? Start Filoba in de basis en hoeveel doelpunten maakt hij? Dus, dan moet je ook duidelijk zeggen, 0 doelpunten, dat was er iemand. En ja, ik weet echt niet meer wie, ja, sorry, het is al een tijdje terug natuurlijk. Maar iemand zei weer, gewoon Filoba basis, blablabla. Maar die zei niet hoeveel doelpunten, dan ga ik uitermate uit van 0 doelpunten. Nou is dat bij Filoba meestal een goede redening, een goede gok ook. Ja, zeg het toch wel even voor de zekerheid. Dus zorg je de 4 dingen goed in voorspelling hier beneden in de comments achterlaat. En nou, dan komt het gewoon helemaal toppie. Komen weer coins worden bijgeschreven. Ga ik soms lekker bijwerken. Ga ik ook elke week doen. Dus hopelijk kun je lekker meedoen. Dit was in ieder geval deze aflevering. Ik hoop dat jullie even een duimpje omhoog hebben gedaan. En hebben geabonneerd als je dat niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie gewoon heel snel weer te zien. Morgen waarschijnlijk bij een nieuwe video en een nieuwe stream. Ook vandaag trouwens een stream. Laters!